Ja, hoe kunnen we meer klanten aantrekken in minder tijd? Ja, dat wil iedereen wel. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, toch? Wil je dat? Ja. Ja. Ja, maar ik denk sowieso, weet je, of je nou een product of een dienst hebt, je hebt er sowieso klanten voor nodig. Ja. En je kunt dat aanpakken op verschillende manieren. Je kunt gaan netwerken, je kunt het offline gaan doen en je kunt het online gaan doen via online marketing. Ja. Beide kunnen werken. Beide vragen een tijdsinvestering. Absoluut. Ja, maar als we ze naast elkaar neer gaan zetten, ja, dan denk even aan offline, aan een netwerkbijeenkomst. Ja. Ja, je gaat naar een netwerkbijeenkomst, wellicht moet je daar naartoe rijden met de auto. Ja, je bent sowieso toch? Nou, misschien kun je wandelen. Oh, ik ben er. Nou, misschien zit het om de hoek. Ja. Je weet het niet. Ja. Nee, maar het kost tijd om er naartoe te gaan. Ja. Ja, en nou, je bent daar, je spreekt wat mensen, maar dat kost altijd best wel wat tijd. Hè, om mensen dan één op één ook nog eens te spreken. Dus wellicht kom je dan thuis en dan heb je 2 of 3 mensen gesproken. Ja, ja. Nou, en ten eerste als je naar zo'n netwerkbijeenkomst gaat, de mensen komen daar niet voor jou, per se. Nee, nee. Tenzij je bent de spreker daar, ja. Weet je, dan is dat heel effectief. Maar als jij niet de spreker bent, komen ze daar niet per se voor jou. Jij weet niet wie daar zit. Je weet niet waar ze behoefte aan hebben. Dat kun je allemaal niet zien. Nee. Dus ja, misschien heb je maar 3 goede gesprekken. Misschien 1 iemand dat je denkt, nou, daar gaan we eens koffie mee drinken. Ja. Nou, het kan, hè? Dat kan, ja. Alleen wat wij hebben gemerkt, is dat het telkens heel repeterend is. Dus telkens hetzelfde riedeltje komt weer terug. Ja, gaat niks voor jou werken als je die manier blijft hanteren. Nee, en dat is wel met online marketing. Ja. Dan kan het wel echt voor jou werken. Ja. En dat willen we je zo gaan laten zien, ook met nog een voorbeeldje. In ieder geval waar wij achter zijn gekomen is dat als je naar zo'n netwerkbijeenkomst gaat, en op een gegeven moment zie je wel van, ah, dit is een potentiële klant voor mij. En dan je ziet het telkens weer terugkomen. Ze hebben weer dezelfde behoeften. Ze lopen tegen dezelfde problemen op. Jij hebt de oplossing. En het is telkens hetzelfde, alleen het is een andere klant. Dat is het, hè? Ja. Maar het kan wel zo op, dat je een schorre stem van krijgt. Ja, inderdaad. Ja, toch? Nou ja, als je steeds hetzelfde moet vertellen. Ja. Ja. En dan denk ik van ja, maar we hebben video. Of we hebben pen en papier. Nou, we hebben internet. Ja. Laten we het in een artikel schrijven. Ja. Ja, wat nou, hè? Je zet het 1 keer op video, maar je kan daar dus wel heel veel mensen mee bereiken. Ja. Ja, en helpen. Ja. Nee, maar al die mensen die op die netwerkbijeenkomst zijn, die zaten thuis, zaten ze al op YouTube, zaten ze al op Google, te zoeken naar hoe ze hun probleem kunnen oplossen. Ja. En daar had jij al onder de radar kunnen zijn, op de radar kunnen zijn bij hen. Je had al in beeld kunnen zijn. Ja. In plaats van pas op die netwerkbijeenkomst. Ja. Plus, je kunt 10 video's maken, 10 artikelen. Ja. Dan ja, heb dus je 10 keer zoveel kans. Ja. Het is niet meer per se afhankelijk van jouw tijd. Nee. Dus, ja, moet je het dan eens naast elkaar neerzetten. Wellicht pas dan ben je 3 uur kwijt met het netwerkbijeenkomst. Ja. Dan heb je misschien 3 mensen bereikt en wellicht 1 iemand zou een potentiële klant kunnen zijn. Maar wat nou als je die 3 uur tijd een paar video's hebt opgenomen, die online geplaatst. En dan heel veel mensen mee bereikt. Ja, en ik denk dat we er wel iets bij moeten zeggen. Ik denk dat de kans dat je via je netwerk, dat je relatief snel een eerste klant krijgt, dat snel is. En dat het online wat meer tijd kost. Ja, dat heeft een langere aanloop nodig, maar in 1 keer schiet het omhoog. Ja. En dan komen er heel veel klanten op jou af. Ja. En de vraag is, ben jij bereid om die tijdsinvestering te leveren? Ja, dat is waar. En we hopen je daar bewust van te maken. Dat heeft even een aanloop naar, maar daarna kan je er niet meer tegen opwerken. Ja. En nog een stapje verder. Stel dat jij dat opbouwt en je gaat webinars geven. En er zitten 100 mensen zitten live in jouw webinar. Zij hebben zich aangemeld voor jouw onderwerp. Ja. En zij hebben jou al op video gevolgd, in post gevolgd. Ze zijn al overtuigd van jou. Ze zitten in dat webinar en ze denken van, ik ga contact met jou opnemen. Ja, want wat het voordeel eigenlijk is dat mensen zijn echt naar jou toegekomen. Ja. En op zo'n fysieke netwerkborrel, ja, moet jij op iemand afstappen? Ja. He, en dan is de vraag, ja, zit diegene daar wel op te wachten? Ja. En bij zo'n webinar is het, iemand stapt op jou af, want die heeft gezien, hé, dat webinar, dat wil ik volgen. Ja. Dus dan sta je eigenlijk 2-0 voor. Sta je 2-0 voor. Ja. En dan kun je nog steeds, een telefoongesprek hebben. Je kunt op locatie afspreken. Ja. Bij de slagingskans dat jullie gaan samenwerken, die is veel groter. Want diegene wil iets van jou. Ja. En die weet, die gelooft in jouw visie.
die hoef je daar allemaal niet meer over te overtuigen. Het is meer van, hé, wanneer gaan we samenwerken? Ja, en nou ja, voel je het ook? Het is veel prettiger om op die manier mensen ook dan te benaderen. Of om dat één op één gesprek dan aan te gaan. Ja. In plaats van dat je een één op één date hebt, bij wijze van op zo'n netwerkbijeenkomst. Voor ons wel. Ja. Ja, voor ons wel. Maar we willen er open in zijn met je. Je moet het wel gaan opbouwen. Ja. En je zult het gaan opbouwen. Je zult actief moeten zijn op sociale media. Je zult een website moeten hebben. Wat allemaal weer leidt naar je e-maillijst. Ja. Hè, maar we hebben het al vaker aangegeven. In die e-maillijst, dat is goud waard voor jou. Ja. Want daarin heb jij het naam en e-mailadres van je leads. Maar nog veel meer. Je weet exact wat hun behoefte is. Ja. Want dat geven ze aan. Ze klikken op bepaalde mailtjes. Ze bekijken bepaalde websites. En dat komt allemaal weer terug in jouw e-mailsysteem. Zodat jij weet van oké, iemand klikt op 5 tips om af te vallen. Grote kans dat die wil afvallen. Daar kan je op inspelen. Ja. En je weet of die al klant is of nog niet. Ja. Kan je op inspelen. Oh, hij heeft al deze 2 producten gekocht. Nou, dan is hij ook wel geïnteresseerd in product 3. Je kan daar heel erg inderdaad mee spelen. En dus kun je... Ja, met één zo'n video kun je dus heel veel mensen bereiken. Dus het is eigenlijk 1 op veel marketing. Hè? Ja. Zo wordt het genoemd. Je zet de multiplier in. Ja. En daar kun je op een gegeven moment niet meer tegen opwerken. Nee. Weet je, alleen je moet beseffen dat iedere expert is op 0 begonnen. Ja. Weet je, wij zijn ook met 1 video begonnen. Nou ja, met 0 abonnees begonnen. Met 0 abonnees, ja. Ja. En dat zijn er nu 10.000. Of zelfs 2 lijsten van 10.000. Ja. Ja, dat is gewoon een NAC-stadion wat we nu kunnen mailen. Ja, het is echt ongelooflijk. Ja, maar wij zagen dat inzicht en we zijn daaraan gaan bouwen. Ja. En daar willen we je voor motiveren, dat je daar aan gaat bouwen. En ook al ben je bijvoorbeeld, word je nu gevraagd als spreker. Supermooi. Ja. Maar ga erover nadenken, hoe kan jij die zaal die daar zit, ook op je e-maillijst krijgen? Ja, zodat jij eigenlijk met wellicht een druk op de knop de volgende keer weer heel makkelijk jouw zaal kan vullen. Ja, ja. Nou ja, ja, exact. En kijk, er is echt wel een groot voordeel van offline, hè? Van fysiek van elkaar aanraken. Ja. Het is echt indringender dan online. Ja. Weet je, dus wij zien ook, je moet ook weer dat offline combineren met online. Ja. En in online zit je multiplier. Ja, precies. Snap dat spel. Ja. Dan gaat het voor je werken. En bij stilstaan, weet je, 1 zo'n video, die maak je dan 1 keer, daar stop je dan tijd in. Maar weet je, de video's die wij jaren geleden hebben gemaakt, zijn nu nog steeds te zien op YouTube. Ja, we zien nog steeds kookvideo's van ons worden voor mensen bekeken. Ja. Weet je, dat maakt niet uit. Het komt allemaal weer in onze funnel. En dat wordt nu door iemand anders gerund, dat bedrijf. Maar er komen wel nieuwe aanwas nog steeds door. Ja. Omdat we op YouTube staan. Ja, precies. Artikelen, die worden nog steeds gevonden in de zoekmachines. Ja, ja, ik wou zeggen, en de verbouwingsvideo van ons huis. Ja. Ons huis is al lang klaar. Maar mensen vinden dat toch leuk en die komen op die manier bij vakantie. Ja, weet je, en dan komen via die video, komen ze met ons contact en huren ze opeens het Malacca Beach House. Terwijl als we dat niet hadden gedaan, dan waren we afhankelijk van alleen een Airbnb en een booking. Ja. En die vragen 16%. Ja. Weet je, is gewoon 16% kunnen we in ons eigen zak steken al meteen. Ja. Dan worden we het hef in eigen hand hebben genomen door meer te publiceren. Ja. Dus moet je zien, hè? Dus eigenlijk op die manier kun je zelfs dus meer klanten krijgen in minder tijd. Maar je kan ook nog eens je marketingkosten naar beneden brengen. Ja, de inbreid kost niet zoveel. Ja. Dat is een van de goedkoopste manieren om marketing te bedrijven. Ja. Zeker als je je uurtarief erin in mengt. Ja, inderdaad. Ja. Goed, wij zijn overtuigd. Ja. We zijn benieuwd hoe jullie erover over denken en of jullie nu ook in zijn. En of je ook bereid bent om die tijdsinvestering te leveren. Ja. Je zult wel content moeten gaan maken. Ja, dat is belangrijk. Je zult wel moeten gaan opbouwen. Ja. Ja, want er is eigenlijk ook wel een soort formule, hè, over meer klanten in minder tijd. Is ook dat je, je wil je bereik opbouwen, maar ook je engagement. Ja. Dus je wil ook dat je met ze communiceert. Dat je echt die... En dat kan natuurlijk veel makkelijker online. Je kunt iemand wel offline 1 keer zien en daarna zie je hem jaren niet meer. Terwijl je online het contact nog kan hebben. Ja. Je kunt de engagement nog steeds hebben. En je kunt ondertussen je bereik vergroten. Ja. Vermenigvuldig die met elkaar. Je krijgt meer klanten in minder tijd. Ja. Heel veel succes. Ja. En voor de volgende video. Ik denk dat inmiddels wel dat je benieuwd bent naar welk e-mailsysteem wij gebruiken. Gaan we uitleggen in de volgende video. Ciao. Ciao.
Thank you.